Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Dit is de DIY video van de Useless Box. Laten we beginnen. Dit zijn alle materialen die je nodig hebt en alle materialen staan hieronder ook in de beschrijving beschreven. Ik begin met het solderen van de limit switch, USB clip en schakelaar volgens dit schema. Linksboven zie je dat ik door middel van twee M3 bouten en twee M3 moeren onderdeel 2 en de schakelaar aan elkaar vastmaak. Rechtsboven kun je zien dat ik onderdeel 2 met daarop de limit switch en de schakelaar vastmaak aan onderdeel 3, ook met 2 M3 bouten en M3 moeren aan de ene kant en dan ook aan de andere kant. Ook zie je dat ik part 1.2 en part 1 ook nog eens aan de gearbox vastmaak. En uiteindelijk schuif ik de gearbox erin. Linksonder zie je dat ik het even test om te kijken of zeker alles werkt. En rechtsonder zie je de Useless Box in Inventor. En dan komen we aan bij onderdeel 4, het laatste onderdeel. Dit duurde 4 uur en 20 minuten om te printen en dat komt omdat ik het in één deel geprint heb. Het onderdeel kun je plooien op de twee vouwlijnen die op die plekken dunner zijn. En op die manier komen die gaten overheen waar je dan uiteindelijk de bout doorheen kunt doen. En op die manier wordt het zeer stevig. Dan gaan we door naar onderdeel 4 vast te maken aan de rest van de Useless Box. Dit doen we door middel van twee M3 moeren alvast te lijmen aan onderdeel 4, zodat het achteraf makkelijker wordt om het allemaal vast te maken. Uiteindelijk neem je dan onderdeel 4 en vouw je het eigenlijk rond de Useless Box. Rechtsonder kun je dan ook nog de My Manufacturing CribKit pagina zien waar de Useless Box op geüpload is. En die kun je gratis downloaden als je de IPT en STL bestanden wilt. En dit is dan het eindresultaat van de Useless Box. Dus als je de schakelaar naar voren beweegt, duwt de machine deze terug naar achter en draait de arm ook terug naar achter totdat deze de limit switch raakt. Als de limit switch geraakt is, dan zet de machine zichzelf uit en verliest hij dus geen stroom totdat je de schakelaar terug naar voren schuift. Enorm bedankt voor het kijken en tot de volgende video.